SOS Werkgeluk. In deze shorties-reeks bespreken we allerlei uitdagingen op de werkvloer op basis van echte cases en reële vragen. Een vraag die we heel vaak krijgen is de vraag rond een duurzaam werkgeluk of welzijnsbeleid. Hoe pakken we dat nu precies aan? En ik denk dat daar wel wat voor te zeggen valt, denk ik. Ja, we zien dat losse initiatieven zijn leuk, zijn dikwijls oké, maar zijn niet altijd duurzaam gedragen en dragen niet op een langdurige basis bij tot dat welzijn en dat werkgeluk. Klopt, au contraire zouden we zelfs durven zeggen, want als we dat niet duurzaam aanpakken, als we echt gewoon naar de top van ons piramidemodel bijvoorbeeld mikken en zeggen, ah, triangle, kom eens langs om iets te doen rond werkgeluk, al de rest is niet belangrijk. Dan durft dat zelfs contraproductief zijn, want dan zien we dat mensen heel vaak frustraties hebben, ontevreden zijn over een aantal basisaspecten. En als je dan een lucky shot of happiness gaat toevoegen, dan komen we er niet, hè. Hoe komen we er dan wel? Ik denk dat het belangrijk is dat we beginnen met de why te zoeken. Waar wil je naartoe? Wat is je doelstelling? Wat betekent dat werkgeluk in jouw organisatie? Want dat kan voor iedereen een andere invulling krijgen. Dus die stip op de horizon, wat betekent dat? Willen wij gezonde medewerkers? Willen wij gemotiveerde, geëngageerde medewerkers? Dat is de eerste stap. Ja, en als het waarom-vraagstuk helder is, dan is vooral ook een heel belangrijk aspect om eens te gaan nadenken, wie moeten we mee in die boot krijgen? En heel vaak zijn mensen het erover eens, hè, dat we bovenaan de organisatie leading by example moeten gaan doen. En dat klopt, dat is een hele belangrijke. En als uw C-level niet mee is, uw CEO, CFO, CHO bijvoorbeeld, hè, ja, dan ga je het moeilijk krijgen. Maar feit is dat er meer stakeholders zijn. HR bijvoorbeeld, preventieadviseur bijvoorbeeld. Mensen die andere aspecten ondersteunen die ook kunnen bijdragen tot, ik denk bijvoorbeeld aan de L&D-verantwoordelijken. Maar ik denk evengoed aan de medewerkers zelf en die worden vaak in grotere organisaties ook vertegenwoordigd door sociale partners. Waar misschien ja, niet de gemakkelijkste dialoog mee te voeren valt, maar heb geen schrik van mensen met een andere overtuiging of mensen die weerstand bieden. Want het zijn de dwarsliggers die de rails bij elkaar houden om de trein te doen rijden. En als we duurzaam willen werken aan welzijn en werkgeluk, dan moeten we net die dialoog ook constructief en duurzaam met iedereen aan boord kunnen gaan voeren. Absoluut. En dan een laatste tip in dit verband. Het is niet omdat de why helder is, dat iedereen betrokken is. Er is een mooi actieplan geschreven, de puntjes staan op papier, dat het dan gedaan is. Dan begint het pas. We moeten ervoor zorgen dat het iets wordt dat leeft, dat zich aanpast. Dat is nooit vastgeschreven, ook niet. Want de omstandigheden kunnen veranderen, dus moeten we ook klaar zijn om daar agile mee om te gaan. Maar het begint pas als het plan gemaakt is. En dan begint de fun ook pas. Ja, dus wat hebben we vandaag geleerd, Kim? Begin met why. Ja. Zorg dat al je stakeholders aan boord zijn. En ook al is het een moeilijk gesprek, ga het aan. En trouwens, één keer is geen keer. Dus nog eens en nog eens en nog eens indien nodig. En ten derde, en zorg dat er actie komt, dat mensen het verschil kunnen merken en voelen. Een plan is een goede start, maar laat het ook maar dat zijn. Het startpunt. Happiness at work is something you do. Toch? Niet voor mensen, maar met mensen. Dat is hem. Veel succes, veel plezier en als wij iets kunnen betekenen, je weet ons te vinden, hè?